Welkom bij NH Leeft. We zijn bij autodemontagebedrijf De Ooievaar in Blokker. Ja. En ik sta naast de eigenaar, die heet geen Ooievaar van zijn achternaam, maar het is Louis Hoed. Ja, dat klopt. Ik heb 25 jaar terug het bedrijf overgenomen van meneer Ooievaar. En nu heb ik het voorgezet zoals het nu is. Ja. En een van de dingen die jullie hier doen, dat is auto's dus slopen. En ik mag vandaag deze auto nemen we eigenlijk mee. Dat is een beetje de rode draad. Laten we maar gewoon lekker bij het begin beginnen. Ben je er klaar voor, Rob, de cameraman? Pak hem maar, meneer. Lekker. Nou. Hier had ik echt zin in. Ja, nou, daar gaat hij dan. Hè. Hij wordt klaargemaakt, gaat hij naar achteren toe en dan wordt hij vloeistof vrijgemaakt. Is het eruit? Is een auto die gerecycled wordt, waar helemaal dus geen onderdelen meer aan zitten voor de verkoop of voor export. Hoppatee. Dat gaat heel simpel. Hè? Sneller kan niet. Makkelijker dan je denkt. Oh, lekker. Nou, dit is echt, hè? Als je nou een keer kwaad bent op iemand, dan is dit lekker, hè, zo op een dag. Ja, goed africhten, ja, inderdaad. Hé, dit is eigenlijk een hartstikke mooie auto nog, joh. Dit is absoluut een mooie auto, ja. Maar ook, dit is een auto die binnenkomt, ook voor de crisis allemaal. Dus er zijn auto's die gewoon geen handen voor ons zijn, voor onderdelen. En voor export gaan ze ook niet meer. Dus ze gaan nu voor het gewicht. Nou, we gaan nu met hem mee naar binnen. En dan wordt hij helemaal klaargemaakt voor de pers. Ja, ze maken er geen briketjes van in Nederland. Maar jullie maken er wel gewoon lekker platgewalste stukken staal van, hè? Ja, wij persen ze om die reden dat we dan gewoon meer met het vervoer mee kunnen. Meer tonnages en minder ruimte. En daarvoor persen wij ze. En de auto's die hier allemaal zo in die, ik noem het even, flatgebouwen staan en die hier opgestapeld staan. Ik zie dat ze allemaal lekker op merk staan. Lekker georganiseerd ben je, hè? Ja, wij hebben alles op merk staan. Want anders is het niet meer te overzien. Het is zo groot, dus dan vind je ze niet meer terug. Nou, en deze bijvoorbeeld, dit zijn dus auto's. Wat is daarmee eigenlijk? Nou, dit zijn allemaal auto's bijvoorbeeld. Allemaal, die zijn nog te oud, zeg maar, voor het magazijn bij ons. Die zetten wij een week of 4, 5 blijven die hier staan. En dan kunnen de klanten onderdelen van afhalen wat ze nodig hebben. En als ze kaal zijn, dan gaan ze weg en dan worden ze vervangen weer voor nieuwe auto's. Dus als ik bijvoorbeeld een BMW heb, een Suzuki of een Daihatsu, dan ben ik in dit straatje goed. En dan zeg ik heb een blauwe bumper nodig en dan zeg jij, ga maar kijken. Nou, is de kans groot dat hij ertussen staat. Ja, inderdaad. En mag ik hem dan zelf eraf halen? Je mag hem er zelf afhalen, maar dat is niet de bedoeling. We hebben twee jongens rijden hier in karretjes, die rijden rond erin en die halen de onderdelen voor de particulier eraf. Ja. En deze auto's die hier in de stelling staan allemaal, dat zijn allemaal jonge auto's van verzekeringsmaatschappijen die wij zelf moeten slopen. En hoe werkt dat met verzekeringsmaatschappijen dan? Nou, we krijgen als een auto gewoon totaal los is, dan krijgen wij een e-mailtje voor een bieding. En dan doen wij met nog 3 collega's doen we daar een bieding op en degene die het hoogste biedt, die heeft de auto. Oh ja. Jij wint vaak? Nou ja, ik doe mijn best, maar goed, dat doen we alle 4. En die stellingkast, dat lijkt een beetje de billykast voor de sloopwagen eigenlijk. Maar... Nou ja, het zijn hele mooie stellingen in principe. Ik ben er heel blij mee. Je kan heel veel auto's kwijt in een kleine ruimte. Heb je dat zelf bedacht? Ik heb het zelf bedacht en ik heb ze laten maken in Duitsland. Dat was voordeliger. En zoals je ziet, we hebben er heel veel van staan en ik ben er heel blij mee. Ja? Nou, je kan in ieder geval lekker de hoogte in. Ja, absoluut. De hoogte mag. Hier mag we stapelen mag niet, maar in een stelling mag het weer wel. Oh, waarom mag stapelen niet? Nou, stapelen mag je niet hoger dan 3 meter. Dus in principe... Dus we kijken niet naar rechts nu, hè? Daar is niet gestapeld, wil nou ik ja. zeggen. Dit is stapelen wat je hier ziet. Ja. Ja. Dat mag in principe alleen 2 hoog. Mag niet. Mag niet. Hebben we niet gezien. Dat hebben mag niet gezien. Alleen 2 hoog. Maar als je een stelling hebt, dan mag je 4, 5 hoog. Is geen probleem. En waarom is dat nodig om die auto's zo hoog te zetten? Nou, dit is voor het 1 qua ruimte. Dat je meer auto's kwijt kan. En er zijn nieuwe auto's. En als ze eenmaal bovenin staan, is het heel moeilijk om onderdelen vanaf te stelen. Want er wordt veel gestolen, hè? Ja, vrij veel. We hebben 5 last van Polen, Bulgaren en die halen airbags. Dat is gewoon, dat is in heel Nederland bekend, maar een nieuwe auto binnenkomt, dan eerste wat eruit stelen zijn de airbags. Narigheid hoor. Ja, dan moet je een beetje voorbereid zijn en probeer je met dit te doen. En ja, jullie zijn de grootste autosloperij van Noord-Holland. Hoeveel vierkante meter is het? Wij hebben 20.000 vierkante meter grond, waarvan... 4.000 meter overdekt is met magazijn en een hal zoals deze, waar gerecycled wordt. En je bent hier begonnen, dat is wel mooi, toen was je 16. Een klein jongetje. Ik ben begonnen toen ik 16. Of was je altijd al een grote jongen? Ik was altijd vrij groot. Ik was 16 jaar, toen ben ik begonnen. Bij de Ooievaar in Blokken, in de West-Blokken. Toen zat ik in de bebouwde kom. Toen huurde ik een treintje toen van meneer Ooievaar zelf. Daar heb ik 12 jaar heb ik daar gezeten en toen bouwde de gemeente huizen bouwen. Dus daar moest ik weg. En toen kon ik een stuk grond kopen op het industrieterrein en dat heb ik uitgebreid tot waar het nu is. Want je komt er niet vandaan, hè? Je woont in Heerhugowaard. Ik woon in Heerhugowaard, ja. Dat is een eentje weg.
Ja, valt mij. Half uurtje rijden. Nou zie ik die mannen zo lekker slopen. En nu dacht ik, ja, dat heb ik altijd uit willen proberen. We hebben er altijd eentje in de auto liggen. Maar ik had dus... mijn hamer... Dus het voelt een beetje lullig aan, dit hamertje. Nou, als ik die mannen met die kijken wat hij heeft. Voor een... demontage. Nou, ik zal zeggen, leef jij. Probeer het. Ja, mag het? Echt? Heb je nog tips? Nou, tips. Je krijgt zo'n veiligheidsbril krijg je op. En dan mag je er eentje... Gaat die jongen gaat je helpen. Ja? Ja. Doris, even een bril. Even kijken. Nou, deze auto's hier allemaal staan. Die worden allemaal gerecycled. Hoeveel auto's krijg je hier per dag binnen? We zitten ongeveer plusminus op 200 auto's per week. En we zien nog elke week een stijgende lijn erin. En was dat vroeger toen je begon ook al zo, of is het gewoon meer geworden? Nee, vroeger was het een 75 auto's in de maand. Dat was echt goed. Maar je ziet het gewoon, het stijgt gewoon, omdat een aantal bedrijven stoppen ermee. Ja, en de prijs. Wij betalen een hele goede prijs voor de auto's. En daardoor zie je toch ook wel dat je heel veel auto's ook verder weg ophaalt. En hoe komt het nou dat zoveel autobedrijven ermee stoppen dan? Wat doe jij, wat zij niet doen? Nou, dat begint al een 15 jaar terug al. Op een goed moment investeren in je bedrijf. Meegaan met de tijd. Als er nieuwe dingen op de markt zijn. Ja, en dan blijf je bestaan. En ja, sommige bedrijven die moeten nu zoveel investeren om mee te komen. Ja, die dat gewoon niet kunnen. En jij met je 16 jaar toen je hier kwam, had een vooruitziende blik? Ja, absoluut. Toen ik 16 jaar begon, toen wist ik al waar ik heen wou. En dat is een droom van mij. En die is toen uitgekomen in wat er nu staat. En ben jij gericht vanuit Heerhugowaard naar Blokker gereden voor de ooievaar? Zo van, dat wil ik overnemen, dat wil ik gaan doen? Nee, mijn vader kwam er al. Ik kwam er als een klein jongetje kwam ik al met mijn vader. Oude auto's ophalen. En toen op een gegeven moment heb mijn vader het gehuurd. Die heeft toen met zijn broer samen hebben er 2 weken opgezeten. Nou, die vonden het helemaal niks. Nee. En toen stelde hij voor of ik het wou huren. Ja. Nou, toen heb ik het overgenomen en nu is het wat het is. En ik geloof dat mijn bril er inmiddels is. Ik kan niet wachten. Leuk. Zal me ook wel... Ik krijg heel vaak van dat soort dingen op in dit programma. Ik kan er amper doorheen kijken. Deurtje open. Nou, en geef hem... Leg maar zo... Want dan zit je dan in de auto. Dat lijkt me dan zo echt... Ik blijf uit de auto. Oh. Oké. Moet ik aan de binnenkant staan? Ik sta aan de binnenkant. Hier aan de binnenkant slaan eruit. Dus als ik in een auto zou zitten en ik rijd het water in bijvoorbeeld, moet je hem altijd in de hoek eruit slaan. Altijd in de hoek, wist ik dus niet. Ja, dat is altijd makkelijk. Oké. Even kijken hoor. Nee, ik heb beter deze kant afslaan, hier aan deze hoek. Ja, ja, dat zeg je nou. Maar ja, zo bedoel je? Sorry, ja. Klins ben ik dan ook. Je hebt geen nieuwe. Dat duurt nog even. Hé, hey. Lekker hè? Kan ik ook meteen mijn auto halen, zie ik al. Ja, laat eens even zien hoe het moet. Even iets harder. Toch voelt het lekker, ook al heb jij het nu gedaan. Nou, maar je kan een andere even doen. Ja? Doe ik er nog eentje. Doe ik er nog eentje gewoon, dan kan ik die van mijn lijstje afslaan. Letterlijk van mijn lijstje afslaan. Oh. Het kwam sneller dan ik dacht. Deze wel, ja. Deze ging snel. Hey, maar wel fijn dat het een keer gelukt is. Nou, die kan ik weggooien. Dankjewel, Boris. Nou, we zien de auto zo terug. Ik leg de bril hier neer. We komen straks weer terug. Ja, wat erg eigenlijk, hè? Kan toch niet? Maar goed, we gaan binnendoor, geloof ik, hè? We gaan even binnendoor, ja. Dan kunnen we even... De auto wordt al klaargemaakt voor de pers. Daar komen we zo meteen weer op terug. Ja, daar wordt alle vloeistof eruit gehaald, zie ik. Ja, wordt helemaal ontdaan van remolie, motorolie, koelvloeistof, benzine, stuurbekrachtigingolie. Nou, dan gaan we even naar het magazijn. Hier liggen alle onderdelen opgeslagen. Hoppatee. Zo. Ongelooflijk, wat ligt hier allemaal, joh. Dit is ons zenuwcentrum. Hier liggen alle onderdelen opgeslagen die verstuurd worden door heel Nederland. Frankrijk, Engeland, gaat overal naartoe. Alles gaat via internet. Alles ligt gecodeerd. Getest. Nou ja, deur, plaatwerk ook allemaal. Ligt er ook allemaal keurig. Van wie heb je dat georganiseerd? Want het is ongelooflijk strak georganiseerd. Ja, allemaal zelf. Dat zijn mijn erg ideeën allemaal om het zo te doen. Heb je dat thuis ook zo, alle kopjes op kleur? Nou, thuis heb ik het niet. Thuis ben ik in principe erna.
Een rommelaar? Nee, thuis heb ik gelukkig een vrouw die alles keurig netjes op orde houdt. Maar anders zou het er daar niet uitzien. Nee. Ja, en wat ik nou zo knap vind, wat mensen niet van jou weten, is dat je hebt dit bedrijf opgebouwd, terwijl je helemaal niet kan lezen of schrijven. Dat is inderdaad, dat is zo. Ik heb gewoon heel veel moeite met lezen en schrijven. Ik heb jarenlang extra les genomen daarvoor, avonduren gelegd, maar ja, het lukt me gewoon niet. En het is heel moeilijk, absoluut. Ik heb allemaal diploma's, middenstandsdiploma, chauffeursdiploma, alles heb ik gehaald, maar alles mondeling. En dat is een handicap, absoluut. Ja, dat is... Hoe is dat zo gekomen eigenlijk? Ja, ik denk vroeger, mijn moeder bracht me naar school, ik ging de voordeur ging naar binnen en ik ging de achterdeur weer eruit. En tegenwoordig kan dat niet meer, maar vroeger was dat iets makkelijk en was het niet zo moeilijk. Ik denk van ach, het komt wel goed. Ja. Nu heb ik er toch wel af en toe heel veel last van. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 47. Ja. En ga je het nog proberen te leren? Nou, ik heb het 4 jaar terug, ben ik weer 1,5 jaar bezig geweest, maar het wil op een of andere manier niet erin. Alles wat ik wel kan hier in mijn bedrijf kan organiseren, alles kan regelen, zullen ze zeggen van nou, moet lezen en schrijven voor jou een makkie wezen om het te leren. Ja. Het wil niet. Nee, ik krijg het niet voor elkaar. En wat er wel fascinerend is, is dat je bijna elk schroefje en moertje in alle stellingen weet te vinden. Ja. Het is allemaal in je hoofd. Ja, het trein is 20.000 vierkante meter. Als ze mij vragen van, waar heb je dat en dat? Dan zeg ik achter in de hoek, links hoog, twee hoog, die auto, daar zit het op. En het magazijn ook. Het personeel doet alles via de computer. Ik heb driekwart van het magazijn in mijn hoofd zitten. Ja, ongelooflijk. En hoe heb je dat in de tijd gedaan met al die contracten dan van je werknemers en zo? Nou, daar heb ik op een gegeven moment mensen voor aangenomen. Ik heb 2 vrouwtjes op kantoor zitten. 2 secretaresses die dat allemaal doen. Ik heb goede accountant die me daar heel veel mee helpt. Ja, zo is het langzaamaan, beetje bij beetje, is dat allemaal tot stand gekomen. Zijn er nou mensen, denk je, die zitten te kijken, die denken, god, dat wist ik helemaal niet van Louis? Absoluut. Ja, daarom stond ik ook in tweestrijd of ik dit wel ging vertellen of niet. Ja. Ik vind het zelf heel moeilijk, absoluut. En het is niet anders, het is zo. Maar moet je kijken wat je ermee bereikt hebt. Noem het maar een handicap. Misschien is het wel je kracht. Nou, word je niet afgeleid? Ja, dat zeggen ze ook vaak. Want heel veel mensen die verwachten dat niet, als je zo'n bedrijf kan runnen. Kijk, we hebben 30 man personeel in dienst. Ik run in principe alles zelf. Nog meer onderdelen zie ik die hier verkocht worden. Veel via internet ook, hè? Ja, alles wat hier leggen is allemaal met barcode, is allemaal in de computer en dat wordt allemaal via internet verkocht. 80% wat wij nu verkopen gaat via internet. En dat was 15 jaar terug was dat niet zo. Goedemiddag, lekker harde muziek aan. Ja, hoort er allemaal bij, hè? En hier is dan een klein kantoortje waar alles... Op internet, daar zie je eigenlijk helemaal niks van natuurlijk, maar dit wordt allemaal nog op internet gezet dan, hè? Ja, hier wordt alles ingescand, hier wordt alles gecontroleerd. En, kijk, daar hangt, ik wacht ook al een beetje op een beetje een pin-up, maar daar hangt ze hoor, in de hoek, links erop. Daar blijven die jongens vrolijk van en dan blijven ze een beetje... Ik miste hem al een beetje, ik was hem nog niet eerder tegengekomen. Ze hebben ze weggehaald, denk ik. Nee. Wisten ze dat ik kwam? Nou, dat niet, maar ik denk dat die jongens dat voorzorgmaatregelen een aantal foto's weg hebben gehangen van in elke... De muziek gaat zachter, dankjewel hoor. De jongens werken, daar leggen ze, daar hangen ze wel. Ja. Nee, deze onderdelen die hier leggen, worden hier allemaal ingescand, gecontroleerd, geprijsd, gaan op internet. En dan leggen het in het magazijn. En dan kennen mensen vanaf thuis, kennen ze in de computer, kennen ze zo bij ons in het magazijn kijken. Of het onderdeel wat ze zoeken, of het ook aanwezig is bij ons in de kleur. Ja, want het autodemontagebedrijf heet tegenwoordig, is niet meer de oude sloperij van vroeger, hè? Waarbij gewoon alles opgestapeld werd. En dan mochten de mensen er een beetje doorheen lopen en kijken of ze wat konden vinden. Nee, dat is inderdaad, dat is allemaal veranderd. Heel veel mensen denken nog wel van autosloperij of autodemontagebedrijf, maar dan, als ze dan bij ons komen, dan zeggen ze, wauw, dat had ik niet verwacht. Ja, vroeger ging het allemaal heel anders. Milieu was helemaal niet aan de orde. Ja, dat is nu allemaal, alles moet georganiseerd, hoge certificaten, keuringen. Nou, je ziet het als je om je heen kijkt, alles zit gewoon, Scootsie. De cameraman. Ja, die moet natuurlijk eventjes, daar is hij weer. Nou ja, hier komen we dan bij bent u ook weer. Bij het magazijn. Hier zijn we bij de balie. Hier ontvangen we de klanten. En zoals je ziet, hier staan 3 computers die gewoon, die worden de hele dag bediend door 3 jongens. En daar worden onderdelen in opgezocht en verkocht. En, Een hele rij bekers, hè, hoppatee. Die zijn van je zoon. Ja, een hele rij bekers. En van de autocross, dat heb ik ook jarenlang gedaan. En, nu heeft mijn zoon het bijltje overgenomen. Die heeft het stuur overgenomen van me en die is nu 3 jaar bezig. En als Nederland... Wint vaak een beker of krijg je altijd een beker als je meedoet? Je krijgt niet alleen de eerste 3 krijgen een beker. Hij is Nederlands kampioen geworden. Dus hij rijdt veel in de top. Hij rijdt in meerdere klasses rijdt hij voorin. Ja. Dit jaar rijdt hij bij de Sint Maarten, bij de Superstandard rijdt hij in Friesland in de verstevende klasse. En de ouders zijn weer klaar. Dus, gaat een beetje samen denk ik, een autodemontagebedrijf en zo'n auto aan gort kunnen rijden? Ja, inderdaad. Nou, misschien kunnen we zien buiten staat zijn auto waar hij mee heen gaat. Die staat klaar.
Gaan we even naar buiten? Gaat u mee naar buiten? Ja. Nou, hier zijn we nog buitenterrein. Ja. Nou, hier staat één auto al. Oh ja, dat is zo'n, zo'n raceautootje. Nou, het personeel heeft even pauze. Ik denk, we nemen het er ook van. Goeiedag allemaal. Ja. RTV Noord-Holland. Ik weet niet of de familie kijkt, maar jullie mogen zwaaien. Nou kijk, dit is dan één auto waar hij mee rijdt. Die klaar staat nu. De wedstrijd begint eind april, dat is de eerste wedstrijd. En drie keer raden door wie die gesponsord wordt, hè? Ja, dat wordt gesponsord door de UEFA. Dit is natuurlijk onze eigen kleur en reclame erop. Ja, nou, zo'n auto ziet er nou nog keurig netjes uit, maar na zo'n race dan herken je hem niet meer. Mooi ook, bedankt papa. Ja. Dat ben jij. Ja, dat ben ik, ja. Ja. Hey, zullen we even, niet met deze auto, maar je hebt misschien wel een andere auto, even een klein stukje over het terrein scheuren om te laten zien hoe, hoe groot het is? Waar is de chauffeur van het tweede kaartje? Of rij jij mee? Ja, wil jij even een rondje rijden? Laat jij eens even de route. Ga jij niet rijden dan? Nee, laat hem maar rijden. Gaan we met die grote? Ja. Nou, want anders kunnen de mensen thuis niet mee natuurlijk. Die willen we meenemen. Waar gaan wij zitten dan? Je kan ernaast zitten als je wil. Dan gaat hij hier zitten. En jij? Dan ga ik achterop zitten. Ga jij achter in de bak? Ja, ga ik achter in de bak. Wil jij eerst de cameraman erop? Ja. Ik heb in je stap, hè? Ja, stap maar in. Hey, goeiedag. Dag. Mooie tanden. Dankjewel. Oh ja, ik moet daar ook nog naast, hè? Ja. Louis, jij gaat achterin. Hoppatee. Zo, yes. Hoe lang werk jij hier al? Ik zit bijna 3,5 jaar hier zo. En wat is het mooiste dat er is? Buiten werken. Ja? Vrijheid. En je leert heel veel van auto's. Auto's slopen? Nee. Slopen is demonteren. Zo noemen we het. Mag ik dat echt niet meer zeggen? Is er echt vloek in de kerk? Ja, het is een demontagebedrijf. Hè. Het is geen sloopbedrijf. Gaan we een rondje rijden? Nou, we gaan even een rondje rijden en dan krijgen we even een overzicht van het bedrijf. Hoe het eruit ziet allemaal en dit soort karretjes die rijden hier rond en die halen de onderdelen los. Voor wat niet los in het magazijn legt. Dat je dit uit kan breiden? Nee, helaas niet meer. Er is geen ruimte op dit industrieterrein. Ik hoop altijd nog dat de gemeente dit industrieterrein wil gaan gebruiken voor huizen bouwen. Want ik zou graag nog één keer willen verhuizen en dan het één keer helemaal goed opnieuw aanpakken. En dan wel gewoon in blokken? Wel in blokken, ja, absoluut. Ja, blokken horen, ja, absoluut. En waarom dan hier? Nou ja, om hier zit ik al mijn hele leven. Dit is gewoon, ja, dit is mijn dorpje, ja, blokken, daar wil ik gewoon niet uit. Ondanks dat je in Heerengewaard woont? Ondanks dat ik in Heerengewaard woont, ja, daar woon ik inderdaad. En daar zou ik niet in Heerengewaard zou ik niet willen beginnen. Nee. Wat is dat dan toch? Ja, toch een stukje denk ik vanaf mijn 16 hier al zit. Al een stukje, ja, ik voel me hier thuis. En ik zou hier niet graag, ik zou mijn bedrijf niet gaan verplaatsen naar een andere. Of is het gewoon omdat de Ooievaar onlosmakelijk verbonden is met Blokker? Nou ja, dat heb ik ook mee te maken. Ja, het is een bedrijf dat al 3 generaties voorbestaat. Dus ja, elk kind hier in de omstreek, als je de naam Ooievaar noemt, dat herkennen ze. Chauffeur, daar is ook nog een heel groot gedeelte, hè? Ja, daar gaan we naartoe. Ja? Die jongens die zitten daar. Hoe lang, ja, dat zie je, daar kun je niet overheen rijden, ja, hè? Ja, klopt. Daarom. Ja, want we hebben nog 4 minuten en we moeten nog een auto zien pletten. Gaan we dat halen? Oké, nou dan moeten we heel snel wezen. Of moeten we gewoon nu stoppen en gaan pletten? Ja, dat denk ik ook, dat we dat beter kunnen doen. We moeten stoppen. Stoppen? Hier ook. Hier. Oké. Thank you. Heel erg bedankt, hè? Ja, geen dank. You. Oké, doei. Maar waar is nou de auto waar we mee waren? Dat was een ander dan deze volgens mij, Louis. Zullen we die even snel pakken? Ik ga die halen. Lopen we gewoon nog even mee. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar of die klaar is. En anders staat er dus al eentje in, dus we gaan het sowieso zien. Ja, hè, Rob? Vind jij het mooi, hoor. De cameraman die zie ik de hele tijd alleen maar glimlachen. Dat ziet u thuis niet. Maar daar geniet ik natuurlijk ook wel een beetje van. En Louis? Ja, het gaat lukken. Hij komt eraan. Ik zal die andere even voorpersen. Dan is hij best lekker warm gedraaid en dan kent hij er goed in. Oh, wat een feest. We krijgen er 2. Ja, we krijgen er 2. En zit er nog een kans in dat ik ook nog op mijn knopje druk of is dat echt veel te veel gevraagd? Nou, je mag hem aanzetten, hoor. Hé, hey, en deze spullen?
Dit is allemaal export, dit gaat allemaal naar buitenland. Allemaal naar Ghana, Syrië, Marokko, dat is wat in Nederland... Syrië? Ja, Syrië ook. Het is op dit moment wel moeilijk, want verband oorlog is het heel moeilijk om het te krijgen. Maar als de oorlog dadelijk weer een beetje besust is, dan gaat er ook onderdeel naar Syrië. Ja. Ik ga hem aanzetten voor je. Ja. Nou, daar gaan we, mensen thuis. Ik weet niet of je zit te kijken, de eigenaar of eigenaresse van deze auto. Maar daar gaat hij. Daar komt de ander ook al aan. Twee minuten gaat hij. Dus dan past die voor de helft en dan pakt hij deze ook gedeelte. Beetje opzij, dan kan hij erbij. En sinds wanneer heb je dit apparaat? Dit apparaat heb ik sinds 12 jaar geleden aangeschaft. En dat was in verband toen met de kiloprijs die ik kon krijgen voor de wrakken als ik ze plette. Want dan gaan er nu ongeveer 20 meer in een vrachtauto. En dat scheelt zo'n 1,5 cent per kilo. Maar in Amerika maken ze er echt van die briketjes van, hè? Waarom doen wij dat niet in Nederland? Ja, ik heb hiervoor gekozen. Het kan ook. Je kan ook briketjes, die machines zijn er ook. Maar ik heb toen de tijd voor deze gekozen. Staat hij al klaar met om de volgende erin te gooien? Ja, de volgende gaat erin. En zoals je ziet, ze zijn aardig plat. Motoren, alles zit erin. Er zijn complete auto's. Ja. Het is bijna zonde, hè? Ja, absoluut. Ja, op een gegeven moment. Nou, dan gaat de volgende erin. Ja, dat gaat er. En dan hebben we zo'n beetje de cirkel rond, denk ik, hè, van vandaag. Dan wil ik zien hoe een auto binnenkomt, hoe een auto gedemonteerd wordt en vernietigd. Nou, nu gaat hij naar de eindbestemming en nu gaat hij naar de shredder. Dan wordt er weer een nieuw staal van gemaakt en dan rijdt er over een paar jaar weer een nieuwe auto. Nou, Louis, heel erg bedankt voor deze fascinerende rondleiding. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja. U heel erg bedankt voor het kijken. En ik ga nu heel even afscheid nemen van die prachtige wagen. Ja. Dit was niet alleen die auto, dit was ook de aflevering van NH Leeft. En we gaan er zoals altijd uit met muziek. En die muziek die komt vandaag van Glenn de Koning. Dag! Niemand, nee niemand, houd mij nu nog tegen. Veel te veel smoesjes, te lang al gezwegen. Ik feestte maar door, vond alles oké. Nee, het maakte niet uit, dacht ik deed gewoon mee. Kon nog niet kiezen, ik draaide een rondje. Speelde het spel, want ik wilde geen bonje. Ik heb alle leugens, het ruim uitgesmeten. Ik kies nu voor jou.